Hallo allemaal. Weet je het nog van Soef dat hamstertje dat kwam logeren? Het verhaal gaat verder en vandaag heet het een grote boze wolf. Als ze bij het schoolplein komen, tikt Lisa op papa's rug. Snel, til me van de fiets, ik zie Jimmy al. Even later rolt Lisa naar Jimmy toe. Hoi, raad eens wat er voor leuks is. Haar vriendje denkt na. Gaat je vader straks pannenkoeken bakken? Want soms doet de papa van Lisa dat op woensdag. Mis. Heb je nieuwe schoenen? Nee joh, die heb ik al lang, zegt Lisa. Er is iets veel leukers. Er logeert een hamster bij mij. Kijk, hier staan ze met elkaar te praten. En ze lopen naar school. Een hamster? Jimmy denkt na. Met van die bolwangen en van die kleine oogjes? Die zag ik een keer in de dierenwinkel. Lisa knikt. Dus, kom je vanmiddag spelen, dan kun je hem zien. Goed, zegt Jimmy. Maar mag ik hem dan ook vasthouden, anders is het saai. Tuurlijk mag dat. Soef is heel lief, zegt Lisa. Ze wil de school ingaan. Oh, zegt papa, krijg ik geen kus? Lisa holt gauw naar hem toe. Sorry, bijna vergeten. En daarom krijg je 2 kusjes. Ze geeft papa een kus op elke wang. En daarna ook in op zijn neus. Tot straks, roept ze. Wel op Soef letten, hoor. Net als elke dag begint de juf in de kring. Dat doen wij ook altijd, hè. En als alle kinderen er zijn, vraagt ze. Wie wil er wat vertellen? Ik, Habib, steekt zijn vinger op. Ik heb mijn A-diploma gehaald. Kijk, hier zie je dat hij zijn vinger opsteekt. Ze zit netjes in de kring. En Habib steekt zijn vinger op. Zo, dat is knap. De juf steekt haar duim op. Maar Tessa kijkt opeens een beetje sip. Ik zit ook op zwemles, vertelt ze. Het gaat best goed, alleen durf ik niet in het diepe. Ik eerst ook niet, zegt Habib eerlijk. Maar nu wel. En het is helemaal niet eng. Maar weet je, fluistert Tessie. Als je zinkt, dan kan je niet eens staan. Zo diep is het daar. Maar je zinkt toch niet? Je kunt toch heel goed zwemmen, zegt Habib. Dat zag ik zelf. Zal ik volgende keer een stukje met je meezwemmen? Ja, dat wil ik wel, zegt Tessie. Eindelijk is Lisa aan de beurt. Soef logeert bij ons, vertelt ze. Is dat je neefje? Vraagt Habib. Nee joh, Soef is een hamster, zegt Lisa. Een hamster? Lijkt hij op een cavia, wil Simon weten. Lisa schudt haar hoofd. Hij is veel kleiner en zachter. Het liefst wil ze nog meer vertellen. Maar de juf zegt, jullie moeten snel terug naar je plaats. Juf Sarah komt zo. Lisa loopt snel naar haar tafel. Het is leuk als juf Sarah komt. Meestal gaan ze dan zingen met de gitaar. Maar vandaag heeft juf Sarah een grote mand bij zich. Wat zit erin? Vraagt Jimmy nieuwsgierig. Sarah laat een rode cape zien. En ook een wit mutsje. Ik weet het, we gaan ons verkleden, roept Jimmy. De juf knikt. Vandaag gaan we een sprookje naspelen. Ja, daar heb ik zin in, zegt Jimmy. En als de juf niet kijkt, gluurt hij stiekem in de mand. Hij haalt een masker tevoorschijn. Haha, kijk nou, een hond in de klas, lacht Habib. Nee joh. Het is een wolf, roept Simon. Kijk eens, dit heeft hij op zijn neus. En welk sprookje gaat er over een wolf? Vraagt juf Sarah. Alle kinderen denken diep na. De wolf en de 7 geitjes, zegt Simon opeens. Dat verhaal leest mijn vader wel eens voor en heel spannend, want die boze wolf wil de geitjes opeten. Grrr, doet Jimmy zacht. Nee, ik weet het. We gaan rood kapje spelen, zegt Lisa. Daarom zit er een rode cape in de mand. En dat witte mutsje is voor de oma. Goed geraden, zegt de juf. Heb jij zin om mee te doen? Ja, zegt Lisa. Ik wil rood kapje wel zijn. Lisa krijgt een rode cape. Jimmy blijft de wolf. En Marieke wil oma zijn. En Simon wordt de jager. Terwijl de juf het verhaal vertelt, wandelt Roodkapje door het bos. Ik ga lekker naar oma brengen, zegt ze.
Kijk, daar zie je haar staan. Hallo meisje. Jimmy, die zich verstopt heeft achter een kast, springt tevoorschijn. Help, een wolf! Lize doet of ze heel erg schrikt. Ben je bang voor me? Dat hoeft niet hoor, zegt de wolf heel lief. Waar ga je heen? Naar grootmoeder, zegt Lize. Ze woont in het huisje in het bos. Het huisje in het bos. Rrr, rrr. Goed dat ik het weet, bromt de wolf. Ga maar bloemen plukken, roodkapje. Dan kan ik snel je oma opeten. Lize schiet in de lach. Tommy, dat moet je niet zeggen. Dat denk je alleen maar. Oh ja, dat is waar. Op zijn tenen sluipt Jimmy naar de pophoek. Daar ligt Marieke. Dag oma, hier ben ik, zegt hij met een... zacht stemmetje, een hoog stemmetje. Intussen wrijft hij over zijn buik. Net alsof hij heel veel honger heeft. Ja, ik heb je... Plotseling pakt hij Marieke beet. En dan doet hij of hij erop wil eten. Hap, hap, hap. Nee, niet doen, stoute wolf, hou op. Marieke begint opeens te huilen. Wat is er? Vraagt juf Sarah. Die wolf, die is zo eng, snikt Marieke. Ik? Eng? Jimmy trekt vlug zijn masker af. Maar dit is toch niet eng? Nee, maar zo leek het wel. Kijk eens, het is inderdaad... Best wel eng zoals die wolf eruit ziet. En oma is echt bang. Dat was het voor vandaag.